Ik heb hier in het computerprogramma heb ik de cd-opnames staan. Dat zijn deze sporen, linkerkant en rechterkant. En ik heb ook de plaatopnames staan en dat zijn deze twee sporen die hier staan. En het is precies hetzelfde nummer, hè? En dat is juist ook het leuke dan dat je daarmee dus kunt vergelijken. Nou, je ziet in de hoofdlijnen dat bulten hier en bulten daar, dat het allemaal wel overeenkomt met elkaar. Dus het is een redelijke overeenstemming. Maar het grappige is, als je wat dieper kijkt, dat ik hier de aanloopgroef van de plaat heb neergezet. Nou, dat ga ik nu eens bekijken op een veel nauwkeuriger manier. Dan ga ik namelijk dit programma van de plaat ga ik vergroot hier weergeven, dat zie je ook. En hier zie je tot hier aan toe de aanloopgroef. Nou, je schrikt ervan als je die heel zorgvuldig gaat analyseren. Er komt een schermpje overheen. En analyseren betekent dat je van de laagste tonen tot aan de hoogste tonen gaat kijken hoeveel geluid er aanwezig is. Nou, ik zet hem nu aan. Ik laat hem draaien en dan gaan we eens kijken hoeveel geluid er aanwezig is. Hier zie je een heleboel lage rotzooi. Hier begint de bassist. Maar die laag, dat blijft. Nou, dit verschijnsel waarbij de lage tonen heel veel onrust hebben op deze manier, dat noemt men rumble. Als ik dat nou vergelijk met hoe de situatie er bij de cd uitziet. Moet ik even kijken, ik zal de nodige knopjes drukken. Ik ga nu de cd op dezelfde manier inladen. Als ik dan op het begin ga kijken. Ik laat hem nu starten. Dan zie je dat de plaat wel tot hier toe kwam. En de cd heeft veel minder die laag rumble. En dat laag gestoot in zich. Je kunt nog een stap verder kijken. Ik zet hem even stil. Helemaal in het begin heeft de cd een heel vreemd piekje. En dat piekje zie je hier erboven uitkomen. Echt op de uiterste rand. En we hebben net ook al erover gepraat waar het vandaan komt. Kijk, daar zit het piekje. Dat is puur een digitaal stoorsignaal bij ongeveer 20 kHz. 22 kHz en dat is ver boven onze gehoorgrens, maar het is wel duidelijk een stoorsignaal die je bij de plaat juist weer niet aantreft. Nog een verschijnsel. De cd die heeft hier zijn laag informatie. Er komt hier straks hoog informatie in. Het is een bekken wat je nu hoort. Vooral die links is het sterkst, de blauwe kant. Maar je ziet hier een soort afval. Dat is ongeveer deze lijn die we zien. Nou, dat stukje kennis is even belangrijk om dan te weten dat bij muziek laag zit vaak de meeste energie en hoe hoger je komt hoe minder energie erin aanwezig is. Nou, datzelfde karakter in een iets andere vorm treffen we ook bij de plaat aan. Laat hem maar even draaien. Eerst even naar gerumbel en geruis. Het is allemaal geruis van de plaat wat we nu zien. Daar zie je dit karakter ook wel een beetje in. Als de muziek zich begint ook weer heel duidelijk. De bekken komt er weer bij. Dan zie je weer opnieuw dit karakter erin komen. Maar de hellingen van cd en plaat in dit gebied, die zijn totaal verschillend. En hier, bij plaat cd, die zijn verschillend. En het gekke is dat ze hier ineens bij de cd echt ophouden. Men zegt er bij cd boven 20, 22 kHz krijg je niets meer binnen. En ja, alle natuurlijke processen die kappen nooit keihard. Dus hier moet nog een heleboel geluid bij nog hogere frequenties aanwezig zijn. Die bij de cd er niet uitkomen. Bij de plaat er dus wel uit kunnen komen. Want bij de plaat heb je niet zo'n scherp filter hier. Wat alles tegenhoudt. Nou, dat is de hoofdlijn zo'n beetje van wat je heel snel uit deze metingen kunt halen als je de plaat en de cd vergelijkt. Een hele leuke laatste proef is dat ik weer terug ga en zeg, nou, wat gebeurt er nou als ik plaat en cd tegelijk
laat draaien. En dan moet ik naar luisteren, dan wordt het geluid heel vreemd. Ik hoop dat het horen is. Ze draaien beide. Ik weet niet of dat goed op de camera van de op de microfoon van de camera terechtkomt, maar de essentie is van, kijk, de cd, dat is een fantastisch ding, die draait exact met een constante snelheid. En de plaat, dat zwerft daar een beetje omheen en dat varieert een beetje en het eindresultaat is dat er een soort zwevend geluid, flanger of facing, dat zijn de termen die de muziekwereld ervoor gebruikt. Dus er ontstaat een soort zwevend geluid. Dus echt, als wij naar een plaat luisteren, dan luisteren wij naar een minder medium. Hij zit vol met fouten. Toch vinden we hem mooier. En wat is daar de hoofdoorzaak van? Ja, volgens mij is dat nog steeds. Omdat wij met de plaat, met onze hersenen, dankzij dat ruissignaal en dankzij die fouten, actief betrokken zijn. En de cd is al bloedschoon, er is geen sodomieting meer. Wat is de invloed als je hele schone muzieksignalen aanbiedt en je gaat er stukjes uit hakken? Nou, dan hoor je een stuk muziek en paf, 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 zijn allemaal toontjes achter elkaar. En die stukjes die eruit gevallen zijn, dat hoor je echt als hakjes. En dan valt het even stil. Ik zal het even zingen, dan heb je een voorbeeld. Pap, 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 pap. Je hoort steeds dat ik even een klein hakje heb. Mm-hmm. Nou, als je nou die tonen weergeeft, droog, dan herken je die hakjes, maar als je ruis tegelijk laat horen, shh, en je hebt er doorheen, pap, 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 dan blijkt iets heel vreemds te gebeuren, dan ga je die hakjes niet meer horen, maar dan ga je een soort continue toon horen. Die ruis, die wordt door de hersenen gebruikt om de ontbrekende delen in de muziek zelf in te vullen. Ruis is een triggering voor je hersenen om dat gedeelte in de muziek wat weggevallen is, door je hersenen zelf te laten verzinnen. Je hersenen zeggen, wij horen ruis. Nou, dat is een soort storing die we wel kennen, in de natuur is het ook zo. En dan gaan we het meest waarschijnlijke verzinnen wat er bestaat. En dat is namelijk dat die toon continu door zou klinken. Als je dat nou vertaalt naar de plaat, dan kun je het volgende zeggen. Als je een plaat hoort, dan zit daar ruis in. Die ruis wordt door mijn hersenen gebruikt om zelf de muziek continu en vloeiend en vloeibaar te maken. Mijn hersenen worden er 100% bij betrokken. Ik leef mee, mijn hersenen zijn aan het werk, ze vullen delen in die er wel zijn of niet zijn, doet er niet toe, ze maken er een levend geheel van. Luister je nou naar een cd, dan is het zo droog als gort. Ja, dezelfde klanken staan erop, maar de prikkeling van de ruis is afwezig. Je hersenen hebben dus niets om als bron te kunnen gebruiken om zelf iets in te vullen en ze horen drooggorte informatie en de betrokkenheid van de hersenen is ook stukken minder en je raakt ook niet meer geïnteresseerd erin, je verliest je aandacht. Dus het feit dat je naar een analoge bron luistert, zoals bandrecorders of platen, is dat misschien het verhaal dat iedereen zegt van het klinkt zo lekker, zo easy? Ja, het is natuurlijk een van de verklaringen, maar ik vind dit wel een eye-opener die uit het onderzoek van Van Plomp volgt, dat ruis niet een onwelkome verstoring is. Ruis kan verhitte welkom zijn, namelijk om je hersenen gewoon dat stuk te laten invullen van waarvan je zelf vindt dat het in de muziek had moeten zijn, het levendig en natuurlijk te maken. Als wij buiten lopen en het waait en het regent, kunnen we nog steeds een koe horen blaten. Nou, wedden dat die regen soms zo hard is dat je de koe op bepaalde momenten niet eens zou kunnen horen. Nou, dat soort geruisachtige geluiden in samenwerking met onze oren en ons eigen leerproces en ons verwachtingsproces zorgt ervoor dat wij ontbrekende stukjes met die ruis zelf gaan invullen. We gebruiken ruis op een positieve manier. En dat ontbreekt ten ene male in een bloedschone cd-opname.
Want dan heb je die ruis niet. Dus ga je ook niet invullen en zeg je wat klinkt dat droog.